De grote staatsman Thorbecke, die zei eens een keer, wacht op onze daden, toen hij kritiek kreeg uit de Tweede Kamer over het beleid dat hij wilde gaan voeren. Nou, wij zitten nu tegen het eindexamen van Rutte 3. We kunnen nu bekijken wat de daden waren van het kabinet Rutte 3, dat immers 3 jaar geleden ontstond na de verkiezingen van 2017. Mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik veel te kritisch ben op Rutte. En die denken dat ik partijdig ben. Nou, dat ben ik niet. Juist door niet partijdig te zijn, moet je helaas vaststellen dat die daden van het kabinet Rutte 3 en ook van de minister-president misschien niet overtuigend zijn. Dan gaat het niet alleen over de minister-president uiteraard, want hij is wel de naamgever van het kabinet, maar het gaat over het hele kabinet. Het gaat ook over de coalitie, kun je zeggen. Wat heeft die coalitie nou bereikt de afgelopen 4 jaar, 3,5 jaar? Nou, ze hadden grote plannen, met name op het gebied van klimaat. Daar hebben we het nog over. En toen dat een beetje aan het sukkelen was, toen verbleekte dat die sukkelgang rond het klimaat door de komst van corona, nu 1 jaar geleden. Hoe is het gaan met corona? Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Dan waren er ook nog gewone zaken die het kabinet moest gaan doen. Dus dingen als Europa. Nou, er moest minder geld naar Europa, was de bedoeling. Helaas. Er is een verdubbeling opgetreden van het budget dat naar de Europese Unie is gegaan voor de komende 7 jaar. Wat is er gebeurd met de koopkracht? We hebben echt 10 jaar lang koopkrachtbeloftes gehad. En die koopkrachtbeloftes die zijn systematisch geen succes gebleken. Ook de afgelopen jaren is het inkomen van de Nederlanders relatief teruggelopen. De belasting is omhoog gegaan en het besteedbaar inkomen is achtergebleven. Dat geldt ook voor de pensioenen tot aan de lagere inkomens. Alles, zou je kunnen zeggen. Andere grote plannen. Er had een woning gebouwd moeten worden. Er was namelijk de afgelopen 4 jaar een historisch hoog aantal immigranten in Nederland. Asielzoekers uiteraard, maar ook gewoon arbeidsmigranten uit Oost-Europa. 2 jaar geleden, toen de zaken nog min of meer normaal waren, had Nederland een record bevolkingsgroei van 134.000 mensen, voor 90% bestaande uit immigranten. Nou, als je zoveel immigranten toelaat, en dat heeft het kabinet gedaan, dan mag je verwachten dat ze er ook huizen voor bouwen. Dat is niet gebeurd. Zo is er een tekort voor honderdduizenden woningen. En dat tekort is nog groter geworden omdat er een PFAS-probleem was en een stikstofprobleem was, wat heel slecht opgelost werd. En dan is ook nog de prijs voor nieuwbouw ernstig veel hoger geworden door het gasverbod. Dat voortvloeide uit het klimaatbeleid. Dus het niet aansluiten van nieuwbouw op het gasnet. Daar werden woningen al met al ongeveer 75.000 euro duurder van. Dus de successenreeks van het kabinet Rutte 3 is niet overtuigend, om het zwak te zeggen. En als je kijkt naar de hoofdpunten van beleid, ja, dan kom je toch weer terecht bij het klimaatbeleid en coronabeleid. Nou, het klimaatbeleid, helaas, het heeft veel geld gekost, heeft de mensen veel geld gekost. Het heeft geleid tot maatregelen die niks oplossen. Dus de biomassa, de houtstook, die vervuilt de lucht, is smeriger dan gas. En 2/3 van Nederlandse duurzame energie moet uit die houtstook komen. Een blunder van je welste. Het gasverbod noemde ik al, een blunder van je welste. Maar ook een blunder van je welste is dat voor miljarden geld geven aan bedrijven als Shell om CO2 onder de zeebodem te stoppen. Het eind van het verhaal luidt dat we helaas weinig gunstigs voor het kabinet Rutte 3 kunnen bedenken. Er zijn wel een paar gunstige dingen. Die gunstige dingen is dat ze een akkoordenfabriek waren. Net als de vorige kabinetten Rutte. Dus ze sluiten akkoorden. En dat houdt het regeerakkoord en een woonakkoord en klimaatakkoord. Maar die akkoorden hebben niet altijd veel baat voor de bevolking. Wat ook knap is, is dat ze het hebben volgehouden. Nou ja, bijna hebben volgehouden. Want tot in januari 2021 is, zoals we allemaal weten, het kabinet demissionair geworden. En ja, met het grootste schandaal van enig kabinet van de afgelopen decennia, kun je wel zeggen, te weten de toeslagenaffaire. Die toeslagenaffaire was voor een klein deel een erfenis, maar voor een heel belangrijk deel toch echt toe te rekenen aan het kabinet Rutte III.